Yo beste kijkers van de Gold Eagle Channel, vandaag natuurlijk weer een gloednieuwe video. Jullie kunnen misschien een beetje horen aan mijn stem, ik ben echt flink verkouden geworden. Maar dat gaat mij natuurlijk niet tegenhouden om er weer een hele toffe gave video ervan te gaan maken. En ik kan jullie beloven, vandaag gaat het weer een super gave video worden. Want hetgene wat wij vandaag weer gaan doen is een schaapje scheren. Yay! Oh, wat denken jullie waarschijnlijk nu van gold en schapen? Want dat komt niet meer goed met gold en schapen en planetcraft, maar ja... Nee, het komt wel allemaal goed, jongens. Don't worry, het komt allemaal goed. Alleen, ik vind schapen scheren gewoon leuk. En vraag me maar niet waarom ik het leuk vind. Wat? Ik zag hier volgens mij een nametag ergens. Hallo? Volgens mij, als ik het heel goed zag, zag ik net een nametag. Maar ik weet het niet 100% zeker. Ja, we moeten een beetje opletten. Want je kunt namelijk alweer PvP'en op ons eiland, dus... Ai. Oké, nou. Het begint alweer lekker. Vol met spanning vandaag weer. Nou, ik ga eens heel even kijken, want we hebben gelukkig een uitkijktoren. Dus ik kan gewoon kijken hier door de raampjes heen of daar iemand ergens is. Maar volgens mij heb ik het gewoon niet goed gezien. Tenminste, daar ga ik vanuit dat ik het niet goed heb gezien. Even kijken. Nou, lijkt erop van niet. Of zeg ik dat nou fout? Ik zou het niet durven te zeggen, joh. Ik heb het idee dat ik het gewoon niet goed heb gezien. Laat het hopen en dan gaan wij gewoon lekker rustig verder. Ik ga heel eventjes kijken of die kippetjes honger hebben. Dat is natuurlijk ook altijd handig. Even kijken. Zo, kippetje hier, kippetje daar. En hop, 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 hop. En wat kregen wij? En nog een kippetje. We hebben een babykip. Nice. Nu hebben we 3 kippetjes. Yay! Maar ik kreeg ook wiet eruit ofzo. Echt super vaag. En ik heb 2 eieren. Dus dat is ook wel leuk. Maar ik weet eigenlijk niet wat we met die eieren moeten doen. Want hebben die eieren uiteindelijk nodig voor een recept? Of hebben we die dan niet voor nodig? Het kan natuurlijk beide. Ik durf zo... Oh, ik heb echt de hele tijd het idee dat mijn geluid ergens anders vandaan komt dan daar. Maar dat is gewoon helemaal fout. En hoe dat komt, ik zou het niet weten. Maar daar heb ik al vanaf het begin af aan heb ik er last van. Dan hoor ik ergens geluiden. En dan klopt het niet helemaal waar die geluiden vanaf zijn gekomen. Ik ga heel even kijken of wij nog iets leuks hebben hier. Even kijken. Hebben we nog iets speciaals ergens liggen? Volgens mij vast zeker niet. I think so. Random tools, vishengeltjes. Nou, we gaan ook even naar onder toe. We gaan heel even kijken of er nog veel is gedaan aan ons eiland. Daar ben ik namelijk heel erg benieuwd naar. En dat gaan we heel even zien. En dit is onze Iron Mine. Maar daar is niet echt volgens mij heel veel aan gedaan meer. Want volgens mij was hij de vorige keer ook al zo groot. Gaan wij naar onze andere mine, onze normale mine. Waar we gewoon echt alles wegminen. En dat is hier helemaal onder. Maar de vraag natuurlijk van vandaag is, is daar wel al iets aan gedaan? Nee. Het lijkt wel alsof het een beetje stil ligt op mijn eilandje. En in het begin waren ze zo actief. Maar ja, ze zijn natuurlijk dieren voor mij gaan zoeken, denk ik. Ik zou het eigenlijk helemaal niet weten hoe dat komt. Oh, kijk ook al die resources hier liggen. Er zijn er nogal wat. We hebben alleen ooit een keer, even kijken, steel nodig. Want zonder steel kun je natuurlijk geen steel pickaxe craften. En volgens mij heb je een steel pickaxe nodig om die resources te kunnen minen. Of was het een iron pickaxe? En had je daar 1 steel voor nodig? Ik weet het even niet meer 100% zeker. Ik weet in ieder geval wel dat wij... Laat u mij een beetje zomaar schrikken, potverdorie. Ik schrik me dood. Auw, ja, moet je me niet laten schrikken. Dan moet je me maar niet laten... Dan moet je me maar niet laten schrikken. Ik schrok me dood, joh. Waar komen jullie dan vandaan? Even kijken, waar komen jullie dan weer vandaan? Ik vraag me af waar we vandaan komen, joh. Van Netflix. Ik kom net online. Hé? Oh. Jij hebt wel een gevoel voor timing. Ja, ja. Oh, ik mag veilig uitloggen. Yay! Zal maar niet doen. Nee,
Ik heb een kippetje. Auw. Niks te ouwe. Het is gewoon een ei. Gewoon een ei tegenover, Maxime. Moet je me niet laten schrikken. Ik heb eigenlijk de prefix van sum 2. Nee, niet. Die heb je niet. Gek. Hij wil wel heel graag die prefix hebben, maar hoe dat allemaal zit en zo, ik durf het eigenlijk helemaal niet te zeggen, joh. Het kan natuurlijk zijn dat hij wel binnenkort die, GEC, ja, oké, vooruit. Oh, joi, joi. Gold, heb je mijn schaap gezien? Nee. Ja, natuurlijk heb ik hem wel gezien. Nee, hey. Hey, weg. Dit is mijn schaap. Had het hem niet gezien. Ja, Jaro. Jaro is hier aan het staren zo van, hè? Er klopt iets niet. Wat klopt er niet, Jaro? Tell me, wat klopt er niet? Wat is gisteren gevonden op Java? Oh, dief. Jij steelt gewoon dieren. Oh, is niet geclaimd, oké. Eens even koekeloeren. Had ik nog wat seeds bij? Nee, volgens mij niet. Maar ik ga wel heel even kijken, want ik wil eigenlijk heel graag natuurlijk weer kippen proberen te laten broeden. En ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Dus we hebben weer even wat seeds nodig. Die ga ik heel eventjes hier verzamelen. Even kijken, komt helemaal goed. Zo. Ik ben trouwens wel heel aardig even mijn teammembers. Ik slaag op Maxime. Hij zal wel denken van, help! Nee, goal, niet doen! Oh, die moeten we niet de hele tijd gaan stalken, anders ga ik ze killen. Mij niet de hele tijd stalken, anders is het een mooi zwaartje. Zo, laat dat eventjes duidelijk zijn. Ik heb er namelijk echt een hekel aan als mensen de hele tijd zo achter me aan het lopen zijn van, oh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Maar Maxime heeft al vandaag al kennis gemaakt met mijn zwaardje. Al zou ik niet snel denk ik een kill maken, want ik ben niet zo. Ik ben niet iemand die echt voor de PvP dit speelt. Ik speel het gewoon echt gewoon puur voor de fun. En af en toe hoort dat er wel bij. Ik ben gewoon level 7 qua XP. En ik weet helemaal niet wel. Hoe kan ik level 7 zijn qua XP terwijl ik helemaal niks speciaals doe ofzo? Echt super raar, super random. Dat durf ik eigenlijk helemaal niet te zeggen. Maar ik ben er wel blij om. Ik heb weer XP gekregen. Onze mooie parcoursbomen. Ja, jullie zullen wel denken van, hey God, deze video heb je niet echt een plan gemaakt. Nee, ik had deze video ook echt totaal geen plan. Maar dat komt, ik ben flink grieperig geworden en ik zat echt zo van, ja, ik wil wel een opname maken, maar ik weet echt totaal niet wat ik eigenlijk vandaag in de opname ga doen. Dus, maar in ieder geval, ik ben wel blij dat we wat meer diertjes hebben. En verder, ja, wat kunnen wij in deze video nog gaan doen? Eigenlijk heel weinig. Deze boom die gaan wij trouwens morgen in de video even onderzoeken. Omdat wij willen heel graag weten, van jullie zien daar dit blokje hout zitten. En wij vertrouwen dat blokje hout niet helemaal. Dus ja, yeah. Daar heb ik zoiets van, dat klopt het niet helemaal. Maar dat gaat ook helemaal goed komen. Dat gaan we in ieder geval morgen even doen. We gaan even kijken wat er mis is met deze boom. Waarom zit hier een OAK blokje of wat het ook voor een blokje is. Volgens mij is het nog niet eens OAK wood. Ofwel, is het OAK? Even kijken hoor, hoe ziet OAK eruit. Ja, het kon wel eens OAK zijn. Maar dan gaan wij morgen eventjes een onderzoek naar doen. Oh, ze lopen nu in één keer een hele grote bocht omheen. Ze zijn bang geworden voor mij of zo. Eigenlijk ook niet heel erg gek dat ze in één keer bang zijn. Ze zijn wel allemaal zoiets van, ja, die gold die gaat meteen met een zwaard slaan. Nee joh, dat is mijn gekke werk. Kijk, ik ben niet iemand die zoiets heeft van, hey, ik wil de meeste kills hebben. Wat ik gisteren trouwens wel heb uitgevonden, is dat er ook een slash stats bestaat. En als je stats doet, dan kun je dus zien van dat je welk level je bent, hoeveel online time je hebt, hoeveel distance je hebt getraveld, je PvP stats, welke countries je hebt, welke distance je hebt getraveld in het water, hoeveel blokken je hebt gemined,
Maar of het allemaal zo precies klopt als dat het hier staat, dat vraag ik me af. Want ik heb niet maar 57 blokjes over de grond getwijfeld en ook maar niet 3 blokjes over het water. Dus ik ben bang dat dit niet meer helemaal goed werkt of zo. Misschien is het een bug of zo wat ik heb gevonden. Het zou zomaar kunnen. Maar ja, in ieder geval, het is wat ik zeg van... Dit had ik, gisteren had ik dit uitgevonden dat je blijkbaar een slash stats had. En dat vond ik wel lachen. Dus ik had zoiets van, hey, dat moet ik jullie even laten zien met die slash stats. Want ja, ik weet dus niet of er wel een bug is of geen bug is. Ik vind het trouwens ook wel heel grappig. Van, ik zeg zo van, ja, dat is nog niet gemined. En ik zit ook niet met hun op Discord of zo, maar ja, nee, ik ga ze minen. Ik ben heel benieuwd waar hij trouwens gaat minen. Maar ik denk dat hij hier in de normale mine gaat minen. Maar ja, van de ene kant, sommige leden die wouden heel graag iron hebben. En de anderen die willen hier gewoon lekker gewoon verder minen met waar we zijn gebleven. Huh? Wat? En ik ben maximaal weer kwijt. Ben ik echt zo slecht in dit spel dat ik gewoon de hele tijd iedereen kwijtraak? Waar is hij aan het minen dan? Hij heeft net tools gepakt om te minen, maar hij is nu ook alweer kwijt. Huh? Wat is dit voor gekke werk, joh? Dit is echt de beste verstopmap die wij gewoon hebben, joh. We hebben gewoon echt een complete verstopbunker ervan gemaakt. Even kijken, hier naar onder toe. Waar, oh waar, zit Maxime? Ik denk dan toch dat hij hier op de Iron Mine zit. Ja, zie je wel. Dat had ik wel gedacht dat hij op de Iron Mine zat. Ik vond het ook wel raar als hij niet op de Iron Mine zou zitten. Het leuke is... Zou je mij nu zien of niet? Shit. Hij heeft me gezien. Beetje jammer dit, Maxime. Beetje jammer. Helemaal niet mogen zien. Waar gaat hij nu weer naartoe redden? Hij is aan het minen en hij gaat weer naar boven. Echt, wat heb ik voor gekke teammembers, jongens. Oh, dit is leuk wat ik nu ga doen. Hij heeft zoiets van, toch maar heel rap op laag. Volg gold. Wat? Volg? Ik moet volgen, wat is er nou weer aan de hand? Oh, wagen dus, hè? Volg gold. Waar gaat hij helemaal naartoe? Waar is hij naartoe aan het lopen, joh? Oh, dat je zo helemaal in het topje van de boom kunt komen. Oh ja, daar heb ik gewoon uitzicht over het hele eiland, joh. Dit is ook wel awesome. Hè? Maxime laat de video nog een beetje bijzonder worden. Dus jongens, allemaal hashtag bedankt Maxime ofzo. Of hashtag Maximus Legends, weet ik veel. Bedank hem op jullie eigen manier. Ik ben benieuwd hoe jullie hem gaan bedanken. En morgen trouwens komt de eerste tip online voor de invite te winnen. En welke tip dat is, dat ga ik lekker nog niet zeggen. Houd mijn video's heel goed in de gaten. Hou de kleurtjes bijvoorbeeld in de gaten. De soorten blokken waar ik mee aan het bouwen ben heel veel. Of waar ik hele gekke dingen mee heb gebouwd. Bepaalde bordjes. Hou alles heel goed in de gaten. Want die invite wil iedereen winnen. En... vanaf komende week, dus vanaf morgen zaterdag gaat het in. En dan duurt het tot en met woensdag. En dan woensdag maak ik een invite winnaar bekend. Dus ik ben heel benieuwd wie dinsdag het juiste antwoord gaat geven. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Het zijn gewoon allemaal kleine hints die ik ga geven en dan komt het wel helemaal goed. Ja, maar hoe komen we nu weer omlaag? Maxime, wat heb je gedaan? Nu ben ik de weg kwijt. Maxime, help. Ik wil terug. Waar moet ik naartoe? Oh, hier naartoe. Oké, okay. Ik kom eraan. Dit is levensgevaarlijk, joh. Maar ja, wel een mooie weg om bomen te onderzoeken. Hallo. Hallo. We hebben bezoek. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb een cadeau. Oh. Ik heb een cadeau.
Ik ben heel benieuwd wat een cadeautje is. Oh? Oh. Oh, super thanks. Super enorm bedankt. Dit is awesome. We hebben ook een koudbonen en sproersappelings gekregen. Oh, echt super chill. Echt super chill. Nou, nog een fijne dag. Dus we kunnen nu... Hey, zullen we... Wat? Ja! Oh, we kunnen ons hele bos... We kunnen nu een compleet bos gaan maken. Hoe gaaf is dit, jongens? Oh, ons natuurbeheer is hier super blij mee. Maar dan moeten we heel even kijken, want ik weet niet hoe groot cacaobomen worden. Ik zet hier er eentje neer en ik zet er... Is er niet te dichtbij, bij dat ding? Nee, joh, dat kan wel. Dan zetten we er... Als we deze weghakken, dan kan er toch ook eentje hier zo staan, denk ik. Als er eentje hier bij de troon neer, dan is mijn troon een beetje verstopt. Dan zetten we er nog eentje hier neer. Dan kan die hier precies tussendoor groeien. En dan verder even kijken. Misschien dat we hier nog eentje kunnen neerzetten. Ook wel mooi. En dan dat we er hier nog één neerzetten. Zo, hier zo. Langs deze boom. Dat kan denk ik wel. Even kijken. Er moet altijd zoiets van ruimte omheen zitten volgens mij. Oh, ik ben hier wel echt super blij mee. Even kijken. En een beetje dirt. En dan hebben we dus ook cacaobonen. En die kunnen we dus ook heel mooi gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, die kunnen wij weer tegen het hout aanplakken. Kijk dit. Hoe awesome. Dus wij kunnen nu echt gewoon een compleet bos gaan maken. Oh, dit is echt super awesome. Oh, 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 oh. Jaro waves. Wat zijn dat? Cacao, cocoa beans. Echt super chill. Echt super thanks. Wie kwam die nou brengen? Wie was dat? Oh, klanten kwam die brengen. Ik weet niet op welk landje zit klanting. Maar in ieder geval echt super bedankt. En misschien kunnen wij binnenkort ook wel even bij jullie iets komen terug doen of zo. Iets teruggeven. Want ik vind het echt super tof. Kijk dit dan. Oh, nu wil ik wel even boonmeel halen. Ik wil wel even kijken hoe zo'n boompje er ook weer uitziet. En dan hebben we natuurlijk een Jaro die dan weer gaat verprutsen. Maar oi 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 Jaro, als jij mijn hele mooie nieuwe boompjes gaat verprutsen. Oei 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 oei. Hey, we hebben echt superveel. Tof. We need it. Oké, let's go. Nou, zullen we meteen even die boompjes laten groeien? Kunnen we meteen kijken of het ook mooi is op ons eiland? Maar ik denk het wel. Echt super tof. Nou, we gaan er eentje laten groeien. Eentje laten... Ah, dit is 1. Dat is 2. Misschien deze ook nog. Oh nee, net niet. Dat is wel jammer. Zo, we hebben cacaoboompjes. We moeten alleen even gaan kijken waar we die precies dadelijk uiteindelijk gaan neerzetten. Maar het betekent wel dat we weer een extra soort hout erbij hebben. En dat vind ik echt super tof. Want met dit soort hout kunnen wij ook weer hele toffe dingen doen. Wees dit nieuwe hout niet. Ik vind het ook echt super gaaf. Moet je kijken wat wij hier even hebben nou. Spoes! Iemand is blij! Jaro is blij! We hebben toch een blij Jaro. Mijn favoriet hout! Oh, dat gaat er niet wezen dus. Nice. Nou ja, let's go dan maar. Je weet hè, niks wezen. Ik ben er heel streng in. Want ik heb echt zoiets van, oh, dat weesten altijd van, oh, joi, 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 joi. Hi-ha, let's go. Ja, inderdaad, Maxime. Nou ja, in ieder geval, ik ga de video afsluiten. In ieder geval nogmaals een dikke shout-out voor natuurlijk klanting. Dus als jullie even een love klanting of zo in de reactie willen zetten. En natuurlijk een dankje Maxime in de chat of zo, weet ik veel. Bedankt ze maar op jullie eigen manier. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor kijken naar deze video. Degene die op de leukste manier hun heeft bedankt, daar heb ik binnenkort een surprise voor. Maar wat die surprise is, dat is ook nog een surprise. Yay! In ieder geval heel erg bedankt voor kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een nieuwe video hier op dit kanaal.